Een goed frietje, dat gaat er altijd in bij de Messi-chef Jelle Beekman. Deel is leuk met je vrienden, maar ik zou toch alleen ook op weten. Met hippe en originele creaties lokt Jelle iedereen aan tafel om samen te genieten van zijn portie friet. Vandaag maak ik een heerlijk bordje loaded fries. Frietjes met een Belgische Vlaamse twist, bloemkool en witte saus. Heerlijk om te delen, echt mega lekker. Die frietjes gaan we klaarmaken in de oven. Gewoon uitstorten op een plateau, bakpapier. 16 minuutjes op 220 graden, wel voorverwarmd. Goed, dan kan ik doorgaan met mijn bloemkool. We stellen geen frituurpot, dus dat is ideaal ook. Niet gevaarlijk voor de kindjes. We gaan dat redelijk fijn snijden, zodat iedereen straks voldoende bloemkool heeft. Een beetje een grove bloemkoolrijst, lijkt dat we zouden zeggen. De bloemkool gaan we even opbakken in een pannetje. Even boter smelten. We bakken dat heel even op voorhand. Dan staat dat klaar, dan zijn we daar vanaf. Dan kan dat straks helemaal van boven. Dus toch frietjes, saus, die bloemkool daarover. Lekker. Voilà, boter smelt. Ik ga dat weer transfereren. Daar moet niet zo heel veel mee gebeuren. Gewoon een beetje peper en zout. We hebben straks natuurlijk onze bechamel al. Waar we ook wat kaas bij gaan doen. Dus dit even laten roosteren op het gemakske. Ik ga er toch nog een takje tijm bij doen. Gewoon erin gooien. Gewoon puur voor de smaak. Dat mag nog een beetje krokant zijn, hè. Die ga ik gewoon, ik ga dat al uitzetten. Ik ga dat straks nog een klein beetje opwarmen. En dat ga ik nu met een bechamelsaus maken. Beetje boter. Veel mensen die nog altijd sukkelen met bechamelsaus, hè. Maar het is echt heel simpel. Je zult wel zien. Die boter moet echt volledig gesmolten zijn. Maar mag niet veel langer dan dit hebben. Doe hem even van het vuur. Dan doe ik mijn bloem daarbij. Ik doe dat altijd zo wat op gevoel. Even terug op. En eigenlijk moet dat een beetje ruiken naar de koekjes die je oma maakte vroeger. Oké, even er eraf. En dan onze volle melk erbij. Ook dat, geleidelijk aan. Zo, op het gemakske. Zorgen dat er geen klontertjes in zitten. Dat is een goede training. Voilà. Beetje zout. Ook dat, goed kruiden. Hè. Eventueel kunnen daar wat groentebouillon ook bij doen. Je kunt daar wat kippenbouillon bij doen. Een beetje gelijk hoe dat een volle vaan maakt. Even terug op het vuur zetten. Een beetje nootmuskaat erbij. Niet te veel. Zo. Oké, even kijken naar de frietjes. Die zien er al super goed uit. Super lekker. Als je nu echt ziet dat ze nog niet helemaal bruin zijn langs alle kanten, draai ze een keer om. Zo simpel eigenlijk. Oké, we kunnen eigenlijk bijna afwerken. Zo. Misschien toch een klein beetje kaas al. Dat is eigenlijk voor de afwerking, maar mijn vrienden eten graag kaas, dus pas ik het mij aan, hè. Kijk, dit is de goede dikte. Dan moet eigenlijk een beetje gelijk mayonaise rond die frieten zitten straks. Dat is dit. Zie je? Bloemkool klaar, bechamelsaus klaar. Nog een beetje bieslook voor de afwerking. Je kunt er ook zo een goed ouderwets stakje peterselie op luiden. Frietjes die gaan klaar zijn. Oeh, goudbruin. Knapperig. Onze bechamelsaus. Ik ga dat gewoon zo wat verspreiden, hè, dat iedereen straks wat van die saus heeft. Zo, af en toe. De chef mag het aanrecht ook opheen. Dan onze bloemkool. Zo, mooi gekant geroosterd. Ik kan die tijm daar ook bij leggen. Kijk, als je weet hoe dat smaakt, dan weet je nu al dat dat niet lang gaat duren tegen dat op is. Hè. En dan doe ik daar eigenlijk nog een klein beetje extra kaas op. Zo, niet te veel. Dan hebben ze toch een beetje dat gegratineerd effect. Maar dat doe je maar aan tafel, hè. Stilt de show maar een keer. Hè. Je kunt hem ook even onder de grill steken, dat is ook leuk. Oké, niet te lang wachten, hè, want die frietjes die zijn natuurlijk nu warm en die saus niet te lang op laten lijden. Afwerken met een beetje bieslook. Voilà, loaded fries, frietjes uit de oven met een bechamelsaus, met bloemkool erbij, afgewerkt met wat bieslook en nog extra gegratineerd. Ik geef het 3-4 minuten en dat is op. Zo lekker.